Het is een zaakje met wat vooral gefocust is op biologisch eten en fairtrade en vooral ook lokaal. Het is een plek waar samenkomst het grootste goed is. Dus het is heel informeel en dat geeft een soort huiskamer idee. Ik ben Philippe de Kok, 26 jaar oud en we zijn nu in Culemborg bij de leukste koffiezaak van Culemborg, Lekkers aan de Lek. Ik heb het overgenomen en we hadden eerst een ander systeem en die vond ik niet zo gebruiksvriendelijk. En toen dacht ik wil gewoon iets nieuws. En toen ben ik gaan opzoeken op internet en toen kwam ik bij jullie uit. En toen is iemand langs geweest, die heeft uitgelegd, dacht ik nou prima. Wij maken nu anderhalf jaar gebruik van 12, denk ik. Zo gebruiksvriendelijk is dat iemand nieuw het bij wijze van spreken in één dag kan doen. Toen dacht ik, dat vind ik wel heel chill. Ik heb veel gebruik van de beheeromgeving, want ik wissel ook zo nu en dan van menu. En dan moet ik weer nieuwe dingen toevoegen, dingen weghalen. En dat gaat eigenlijk ook heel makkelijk. En de omzet kijken, voor je ook trouwens, want dan kan ik die verdelen, ook personeel. Dus dat is ook allemaal heel helder te vinden. Ja. Interface vind ik heel fijn, want ik had toevallig haast met Koningsdag had ik een speciaal menuutje gemaakt. En had ik dat gewoon onder lunch gezet. Maar omdat je de kleurtjes kan aanpassen, had ik het menu voor de Koningsdag had ik oranje gemaakt. En toen wist ook dus iedereen die net binnenkwam van, oh ja, Koningsdag menu, dat zijn gewoon die oranje knoppen. Wat gewoon ook super gebruiksvriendelijk is.